Dankjewel Gerda. Dankjewel Boeien. Wij hebben nog een speciale verrassing voor jou. Ellen Pietersen en Rien Wulfraat die hebben speciaal voor jou een lied. En daar gaan we nu naar luisteren. Ellen, wat hebben jullie voorbereid? Een lied van Ramirez in een vertaling van Gerard van Maasakkers. Het is officieel Alfonsina y el Mar. Maar wij hebben de versie van Gerard van Maasakkers 19 april. En het gaat over de weemoed waarmee je af en toe naar je leven kan kijken. Opeens vandaan komt, hij weet het niet. Zomaar zo ineens, als een tweede huid, als een jas, heeft het hem ingesloten. Zomaar zo ineens, onverwacht, hij weet niet wat het was. Zo ingesloten. 19 april en zicht op zee. Even draagt de wind al wat lente mee. Even maakt zijn leven een pauze in pas op de plaats van dit pension. Met zijn vrienden, zijn vrouw, het weekend van Pasen, pension in de duinen. Het is misschien niet meer dan een schip op de zee. Het is misschien niet meer, misschien valt het wel mee. Het is misschien niet meer, ach je raakt het wel. De spijt om de verloren tijd. En hij loopt langs het duin naar beneden en kijkt naar de wolken, het zand en de zee. Grote knapen, ze zaten de meiden achterna in het glad van de glijbaan. Opgeschoten knapen, ineens zag hij zich daar weer staan, vlak bij een glijbaan. 26 juni en een vaag opeens vandaan komt, hij weet het niet. Zomaar zo ineens, als een tweede huid, als een jas, heeft het hem ingesloten. Zomaar zo ineens, onverwacht, hij weet niet wat het was, zo ingesloten. Misschien niet meer dan een schip op de zee. Het is misschien niet meer, misschien valt het wel mee. Het is misschien niet meer, ach je raakt het wel kwijt. Of is het toch de spijt om de verloren tijd? En hij loopt langs het duin.
Wauw, ik word daar wel een beetje stil van. Ik vond het heel mooi. Boeien, wat vond jij ervan? Ik zag je luisteren. Ja, ik vond het ook heel mooi. Ik zit wat op afstand, dus ik kan het niet helemaal horen. Ik zie het straks op de tv-uitzending precies, maar toch prachtig.